We hebben al heel veel bereikt. Van filmen in een auto naar een kleine studio en nu dit. En meer vanavond. Mijn naam is Senno Oshi. Mijn naam is Bjorn Willemsen. En dit is Black Box Today. Met een fantastisch team maken we 3 keer per week Black Box Today. Maar we willen meer impact maken en blijven groeien. Andere programma's, reportages, documentaires en nog meer onderzoeksjournalistiek om de onderste steen boven te krijgen. Jouw steun is en blijft essentieel, want we hebben geen subsidies en staatssteun. We zijn onafhankelijk. Blijf ons daarom steunen, want alleen dan kunnen we blijven doorgaan. In publicaties van Omroep Ongehoord Nederland is de journalistieke code van de NPO op diverse punten geschonden, zo oordeelde Margot Smit, de onafhankelijk journalistiek ombudsman van de publieke omroepen. De ombudsman constateert dat programma's van andere omroepen zich de kritiek ook aan moeten trekken. Maar wat bedoelt ze daarmee? Ruim 500 VVD'ers verzetten zich tegen de stikstofplannen van stikstofminister Christiane van der Wal, die vrijdag haar plannen officieel gaat presenteren. De punten van zorg zijn haalbaarheid, twijfel over de meetmethode, de geloofwaardigheid van de modellen en het opdoeken van de agrarische sector. En daarmee komen er nu ook haarscheuren in het bastion van coalitiepartijen die eerder vandaag dan morgen van de boeren af willen. En we bespreken de documentaire What is a Woman, die in de US een rondgang maakt door het land met de vraag wat is een vrouw? Waar gek genoeg niemand meer het antwoord op weet. Wat is er aan de hand en hoe is het zo ver gekomen? Sietske Bergsma, een vrouw, geeft zo meteen licht in de duisternis. Het is woensdag 8 juni 2022. Mijn naam is Bjorn Willemsen en dit is Black Box Today. Gasten, goedemiddag of goedenavond. Welkom. We beginnen altijd met het nieuws van de dag. Als eerste wil ik jou vragen, Bas, wat is jouw nieuws van de dag? Ja, wat viel mij op? De overheid is een campagne begonnen. Geen druppel benzine meer deze maand. Dus ze zijn in juni begonnen om eigenlijk 4 weken de hele maand geen benzine te gebruiken. Dus ze willen dat iedereen eigenlijk niet meer de auto pakt, maar met OV of met de fiets naar werk gaat. Ik weet niet of ze het al hebben gecommuniceerd met de NS, want daar waren nog personeelsproblemen onlangs. Dus minder treinen, minder lijnen. Dus ik weet niet hoe het gaat lopen, maar ja, ik weet niet of jullie ook mee gaan doen met de challenge. Ja, ik was niet van plan, maar... Lekker rustig op de weg, is mijn eerste gedachte. Ja, dat wel. Ja, dus misschien gaan mensen juist meer de auto nu gebruiken. Ik heb al gefaald, in ieder geval. Ja. Sietske, wat is jouw nieuws van de dag? Ja, de EU komt nu, of althans de Europese Commissie... komt nu met een vrouwenquotum voor de Europese bedrijfstop. En daar hebben ze 10 jaar lang hebben ze daarover gedaan. Het is Ursula von der Leyen heeft hier gezegd, het is een enorme mijlpaal. En dat betekent dus concreet dat er 40% aan vrouwen in de bedrijfstoppen moeten zitten. Dus in het bestuur, in de raad van commissarissen. En met name landen als Cyprus, Estland en Malta moeten dan flink aan de bak, want daar zijn heel weinig vrouwen in de top. In Nederland is dat al wat hoger gemiddeld. Maar in het kader ook van het volgende onderwerp straks, want wat is dan die vrouw in de top? Hè? Want terwijl dit dus gebeurt, het feministische resultaat, zullen we maar zeggen, wordt er ook tegelijkertijd een debat, discussie, hoe moet je het zeggen, een ideologie uitgerold waarin de vrouw, de definitie van een vrouw, op losse schroeven is komen te staan. De vrouw kan iedereen zijn tegenwoordig, als je je zo identificeert. Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben. Dus het lijkt alweer achterhaald eigenlijk, dit verhaal. Maar goed. Ja. We zullen het zien. Ja. We gaan het straks verder over hebben. Ja. Nog. Marcel Krok, wetenschapsjournalist. Ja. Wat is jouw nieuws van de dag? Dat is persoonlijk nieuws. Want wij hadden een kort geding aangespannen tegen Pointer, KRO Pointer. Dat is hier ook al eerder ter sprake geweest bij Black Box. En jullie hebben een reportage gemaakt van de zitting 2 weken geleden. En nu is er dus uitspraak. En er is in ieder geval, de rechter heeft gezegd dat Pointer een onrechtmatige uitlating heeft gedaan. Dus dat is wel een winstpunt voor ons. Daar hadden we al bijna niet meer op gerekend na de zitting. Maar de rechter zegt dus dat Pointer ten onrechte heeft gesteld dat wij door de olieindustrie
worden gefinancierd. En dat was ook na toen tijdens die reportage heb ik dat ook zelf aangegeven. Dat is echt het belangrijkste punt. Want als je dus in de klimaatdiscussie zit en je krijgt het verwijt dat je door de olieindustrie wordt betaald en daarom dus kritiek hebben op de klimaatdogma's, dan betekent het dus dat je... Ja, dan ben je fouter dan fout. Want dat betekent dus dat je financieel motief zou hebben om twijfel te zaaien. Hè, zeggen ze dan. Dat zijn dan de termen die gebruikt worden. En dit is een winstpunt voor jullie. Dit is een winstpunt voor ons. Het gekke is alleen dat de rechter vervolgens de rectificatie van dit punt heeft afgewezen. En daardoor zijn wij alsnog, hebben we dat punt niet gewonnen. En alle de andere punten die we hebben ingebracht, daar komen we later nog over te spreken, waaronder desinformatie bijvoorbeeld, die hebben we ook allemaal niet gekregen. En daardoor hebben wij alsnog verloren, de rechtszaak verloren. En dan moeten we ook de proceskosten gaan betalen. Dus dat voelt echt ook als heel raar en onrechtvaardig. Want de kop die we hier zien is heel duidelijk. Pointer heeft een onrechtmatige uitlating gedaan, maar toch worden wij veroordeeld tot de proceskosten. Dus dat is een beetje wrange. Die voel ik wel. Beetje dubbel, beetje dubbel allemaal. Dank je wel. Ja. We gaan even naar boven. Daar zit David met kijkersvragen. En welkom David, kom er maar in. Bjorne, goed je te zien. Hey, yes, ik zit helemaal klaar voor de kijkersvragen. Die kunnen via Telegram gesteld worden. Die stromen overigens ook al binnen. Dus dat wordt weer een hele opgave om daar een selectie uit te maken. Eind van de uitzending doe ik dat. En mocht het tussentijds nou breaking news zijn, dan ben jij de eerste die het hoort, Bjorne. Ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel, David. Publicaties van Omroep Ongehoord Nederland is de journalistieke code van de NPO op diverse punten geschonden. Zo oordeelde Margot Smit, de onafhankelijk journalistiek ombudsman van de publieke omroepen. De ombudsman constateert dat programma's van andere omroepen zich de kritiek ook moeten aantrekken. Maar wat bedoelt ze daarmee? Wat is het voor een rapport, Bas? Margot Smit is dus de ombudsman van de NPO. Dus als een burger wat vindt of die heeft een klacht of een vraag over een specifiek programma, kunnen ze bij de ombudsman terecht. En de ombudsman die zal dan gevraagd of ongevraagd advies geven. En nu is dus een rapport verschenen naar aanleiding van heel veel klachten over onze collega's bij Ongehoord Nederland, Ongehoord Nieuws. Omdat heel veel kijkers daar blijkbaar over zijn gevallen, omdat zij natuurlijk wat ander geluid brengen dan de gebruikelijke NPO-programma's. En daar is ze dit rapport nu over geschreven. Oké, en zij is gisteren bij Nieuwsuur geweest om uit te leggen wat dan precies haar statement was en waarom het rapport is gekomen. Klopt. Gaan we even kijken naar Margot Smit bij Nieuwsuur gisteravond. Ja, en nu schrijft u in uw rapport vandaag actief aantoonbaar onjuiste informatie verspreid. Dat is nogal een aantijging. Wat voor voorbeelden horen daarbij? Het voltrekt zich op verschillende manieren. Ik probeer het patroon te schetsen van niet voldoende doorvragen door mensen die uw taak hebben. Die daar als journalist zitten namens de omroep. Er wordt informatie gedeeld door gasten. Nou mag een gast natuurlijk een mening hebben. Maar op het moment dat jij journalist bent, hoor je naar zo'n mening door te vragen. Waar baseert u zich op? Maar dat zijn voorbeelden van een journalist die zijn werk niet goed doet, of althans niet goed genoeg. Of inderdaad zelf ook informatie geeft waarvan de journalist uit andere bronnen weet dat dat allang niet meer waar is. Of zojuist al door andere feiten is onderbouwd. Bijvoorbeeld? Dus, ik trek het graag buiten de incidenten, omdat ik het patroon wil schetsen. Wij kunnen heel goed samen over incidenten praten. En dat kunnen we heel lang volhouden. Ik denk dat het belangrijk is op dit moment, waar het eigenlijk om gaat, is dat hier dus een patroon onder ligt. Ze zegt, ik probeer een patroon te schetsen, ja, maar voorbeelden komt ze niet mee. Nee, en het gaat ook een beetje door elkaar heen. Hè. Ze zegt, we willen patronen bespreken, maar ze wil niet over incidenten praten. Ja, zijn het dan incidenten of is het een patroon? Ja. Daar kan ze ook geen voorbeelden van geven, dus veel specifieker wordt het ook niet. Dit is natuurlijk bizar, want je kunt alleen maar een patroon schetsen aan de hand van voorbeelden. Ja. Dus dit is echt totaal, dit is echt totaal bizar. Want in het rapport heeft ze dus wel voorbeelden genoemd, maar dat waren er maar twee. Dus misschien dat we gelijk even naar David gaan. Want David, jij hebt voor ons het rapport bij de hand. Zou jij ons een voorbeeld kunnen geven van het patroon of van de incidenten die Margot Smit heeft ontdekt in bij Ongehoord Nederland? Ja, je noemt het al terecht. Hè. Dit is het rapport. Het zijn 50 pagina's. Je moet ook echt helemaal doorbladeren tot aan de laatste pagina. Wil je bij die voorbeelden komen die ze in dit gesprek dan dus al niet wil noemen? Want ze heeft het over een patroon. Maar het specifieke voorbeeld.
Ongehoord Nieuws was het dan op 24 mei. Een Kamerlid, ik zal even klappen, dat was Van Haga van BVNL. Die noemt daar, we hebben een leger in deplorabele staat. We hebben al heel veel bezuinigd op het leger en dan geven we ook nog eens wapens weg. Zonder al te veel controle, zodat er ook nog eens wapens niet zijn geleverd aan Oekraïners, maar aan Russen. Van Haga zegt dus van, Nederlandse wapens komen bij Russen terecht. De presentator die vraagt vervolgens van, heb je daar enig bewijs van? Nou, Van Haga die antwoordt daar niet helemaal volledig op. Die zegt van, ik heb vragen gesteld aan de minister van Defensie. En daarna gaat het gesprek net even een andere kant op, waardoor er dus eigenlijk niet een eenduidig antwoord op komt. En nou zegt de ombudsman, die overigens een vrouw is, er wordt door de spreker gesteld dat de Nederlandse wapens aan Rusland zijn geleverd. Deze claim wordt niet onderbouwd en als de presentator wel doorvraagt, zegt het Kamerlid dat de vragen van, aan de minister van Defensie zijn gesteld. Dus wat ik net zei. Maar dan komt het. Die vragen waren 2 weken voor de uitzending beantwoord. Dus er is dus een antwoord op Kamervragen van de minister aan Van Haga. Dat had die presentator volgens de ombudsman moeten weten en daar vervolgvragen op moeten stellen. Dat had dus doorgevraagd moeten worden. En nu dat niet is gebeurd en deze beschuldiging niet is onderbouwd, de beschuldiging van Van Haga aan het adres van Nederland die wapens levert aan Rusland, is de journalistieke code overtreden. Dat is wat de ombudsman stelt. Gaat vrij ver dus. Dat is 1 voorbeeld. En het andere voorbeeld, ja, daar zou ik jullie mee belasten. Maar dan heb je dus 50 pagina's en onderaan de strepen 2 voorbeelden die, goed, daar mogen jullie een mening over hebben. En dit waren dus de meest significante voorbeelden volgens Margot Smit. Ja, ik kan me voorstellen dat je inderdaad de meest ernstige incidenten dan presenteert als het meest journalistiek laakbare. Die zou je wel pakken, lijkt mij. Die pak je dan. Dus als er, stel dat er 100 zijn, dan als dit het ergste is, waarbij ook nog eens dus wordt gevraagd door de presentator, heeft u daar bewijs voor? En dus daar wordt dus wel degelijk een vraag gesteld, doorgevraagd. Terwijl dat dus de klacht zou zijn, dat niet zou gebeuren. Ja. Dus dat maakt dit incident al ook niet zo heel erg sterk. En, hij vraagt wel goed door, maar ze geeft het antwoord niet. Ja, en moet je dan instaan voor het antwoord van je gast, als dat een politicus is. Bij wetenschappers zou je dat misschien weer anders doen. Maar goed, dus dan, het is heel zwak. Ik vind het een heel zwak voorbeeld wat ze hier geeft. En misschien moeten we ook nog even benoemen dat ze dus het heeft over die... Het actief aantoonbaar onjuiste informatie. Wat betekent dat? Actief aantoonbaar onjuiste informatie. Dat is ook heel schimmig en versluierd. Het is heel versluierd taalgebruik weer. Bedoelt ze dan desinformatie? Bedoelt ze dan En dat moet je dan toch ook met concrete voorbeelden onderbouwen? Want je kan het niet... Want het woord actief bedoelen ze hier volgens mij mee dat Ongehoord Nederland bewust op zoek gaat naar het verspreiden van onjuiste informatie. Mm. Ja. Maar dat is bizar, want dat zou je dan... Ik moet het rapport nog lezen, maar ik ga dat zeker doen. Want het heeft ook grote raakvlakken met onze zaak. Mm. Want kijk, bij onze rechtszaak tegen Pointer zijn 7 van onze rectificatie-eisen die zijn afgewezen. Ja, en dat gaat onder andere over desinformatie, over dat ik een klimaatontkenner zou zijn, dat wij een lobbyclub zouden zijn. Weet je, al die dingen die zijn afgewezen. En die zijn afgewezen door de rechter op basis van het feit dat ze niet onrechtmatig zijn. Dus de rechter toetst alleen maar op onrechtmatigheid. Maar Margot Smit, die toetst aan de hand van de journalistieke code. Maar moet je dan niet zelf bij de ombudsman aankloppen dan? Ik ga zeker nog aankloppen bij de, nu ik dit vonnis heb, en het vonnis ook teleurstellend is op 7 van de 8 punten die wij hebben ingebracht. Want als je die journalistieke code kijkt, daar staat bijvoorbeeld in dat een programma van de publieke omroep moet onpartijdig zijn en onbevooroordeeld. Nou, Pointer, dat is een onderzoeksjournalistiek programma. Ja, die moeten uiteraard onpartijdig en onbevooroordeeld zijn. Mm-hmm. Die noemen mij bij de introductie, noemen ze mij niet gewoon wetenschapsjournalist of onderzoeksjournalist. Ik ben in feite een collega van ze. Mm-hmm. Maar ze noemen mij klimaatontkenner. Nou, dat is een hele denigerende term. Dat kan je absoluut niet onbevooroordeeld of onpartijdig noemen. Nee. Ja? Dus alleen al op basis van dat soort simpele voorbeelden kan je aantonen dat Pointer de journalistieke code op allerlei fronten schendt. Ja, je kunt een heel telefoonboek vullen, sowieso met voorbeelden van Pointer, maar ook alle NPO-programma's, waarin Eva Jinek ook een gast die het... Die de vrouwenbeweging antisemieten noemt. Van kunt u dat uitleggen? Dat hebben we daar een voorbeeld van de kinderarts, Ili. Ili, ja. Die ook een vraag krijgt over het vaccineren van kinderen. Gaan we even naar kijken. Het heeft weinig medische meerwaarde. Wel heeft het veel meerwaarde, of kan het veel meerwaarde hebben voor een heleboel tieners ten aanzien van hun mogelijkheden om bijvoorbeeld naar het buitenland te gaan. En dat is natuurlijk ook welzijn, dat is ook gezondheid van kinderen.
Wat doet de journalist hier verkeerd? Nou, kunt u dat misschien uitleggen, wat u bedoelt met... Ja. Dat je met een vaccinatie kunt reizen. Ja, ja. Is dat, claimt u nu eigenlijk dat het dus niks met gezondheid te maken heeft, zo'n vaccin? Ja. Maar dat het gewoon een praktische soort eis is om naar het buitenland te mogen? We hadden natuurlijk legio voorbeelden kunnen pakken. Want het is schering en inslag natuurlijk. Ja. Misschien heeft hij het wel gevraagd aan jullie, maar dan zendt hij het weer niet uit. Dat is eigenlijk hetzelfde voor de kijker. Hè. Dus je ziet ook een heel erg subjectief beeld. En laten we even nog met haar meegaan, met Margo Smit. Want dit is dan echt een concreet voorbeeld, vind ik, van hier wordt niet doorgevraagd. Op een heel heikel, een heel gevoelig punt. Maar in het geval van Van Haga met de wapens bij Ongehoord Nieuws gaat het meer om een advies wat zij geeft over een nuance. Van je had het beter door kunnen vragen, want er was al een kamerbrief geweest. Ja, dus zij geeft eigenlijk meer daar een soort van journalistieke tip dan dat er helemaal niet wordt doorgevraagd. Want de presentator vroeg daar wel door, maar hier niet. Klopt. We hebben nog een ander fragment van Margo Smit gisteravond bij Nieuwsuur. Gaan we daar even naar kijken. Ik beschrijf een probleem. Ik laat in het rapport zien dat die journalistieke taak die wij als publieke omroep hebben, die wij doen met geld van het publiek en voor het publiek, dat die ingevuld wordt op een manier die ik genoemd heb, de journalist is geen doorgeefluik. Als jij een programma maakt waarin meningen zitten, wat kan, het publiek stelt nog wel eens, mening mag niet in de journalistiek. Jawel, bij de publieke omroep kan dat heel goed. Maar dan heeft de journalist een taak en die taak is doorvragen. Hoe leuk is de vraag? Maar waar baseert u dat eigenlijk op? Moeten er niet heel veel programma's bij de NPO aangesproken voelen nu ze dat zegt? Ik zou zeggen alle programma's. Kijk, het gros van de programma's bij de publieke omroep is natuurlijk gewoon een babbelbox waar meningen geventileerd worden. Ja. En dat is hier overigens niet anders. Hè? Ik bedoel, maar heel weinig, als je heel zuiver wetenschapsfilosofisch zou redeneren, dan is maar heel weinig van wat je zegt, weet je 100% zeker of het feitelijk ook waar is bijvoorbeeld. Hè? Dus er is een enorme overwaardering van het woord feit. Ik bedoel, als mensen het met mij niet eens zijn over klimaat, dan zeggen ze ja, maar ik heb de feiten aan de kant, want ik heb het IPCC-rapport of zo. En de IPCC komt met feiten en jij komt met een mening of zo. Nee, het heel veel dingen die worden gezegd over klimaatverandering zijn meningen, zijn opvattingen op basis van heel ingewikkelde, complex systeem. Ja? En ik vind dat vind ik ook mooi, want zij zegt ja, dat doorvragen. Nou, bij klimaat gaat altijd als volgt. Er komt minister Kaag of Rob Jetten. En Rob Jetten is nu klimaatminister. En die zit dan bij een van de talkshows en die heeft het dan over de klimaatramp. Kaag had het altijd over de klimaatrampen. Ik heb nog nooit, en ik zat heel vaak boos op de bank. Ik heb nog nooit nu mag je jezelf laten gaan. Precies, ik heb nog nooit een journalist gezien. Ook Jort Kelder niet, die nog redelijk kritisch kan zijn. Maar die dan een keer zegt... Mevrouw Kaag, klimaatrampen, hoezo klimaatrampen? Waar heeft u het in godsnaam over? Dat is nogal een statement ook. Ja. Dus die mensen worden op dat soort politiek correcte thema's als klimaatverandering, ze kunnen altijd maar roepen van het is 2 voor 12, het is 2 over 12, de wereld vergaat enzovoort. Ze hoeven dat nooit te onderbouwen. Ja? Maar is dat onzin of kun jij het wel onderbouwen? Nou, ik zou heel goed kunnen onderbouwen dat als Kaag zegt klimaatrampen, dat fake nieuws is, nepnieuws, desinformatie, misinformatie. Ja, zo direct gaan we naar de definities toe. Maar dit is allemaal van toepassing. En hoe toets jij dat? Nou, omdat als je zegt bijvoorbeeld de sprake van klimaatrampen, dan suggereer je toch, waar denk je aan bij een ramp? Ja, dat de mensen doodgaan en dat nou, bij een klimaatramp zou je dus kunnen denken dan aan overstromingen of orkanen of droogte of bosbranden of dat soort zaken. Nou, daar is al jarenlang veel discussie over. Maar als we kijken naar de data die we hebben, de metingen die we hebben, dan zien we dat het gros van die extremen, die nemen helemaal niet toe. Dus er is geen toename van klimaatrampen. En als je gaat kijken naar hoeveel mensen gaan er nou dood door dat soort extreem weer, dan is dat de afgelopen eeuw met 99% afgenomen. En dan heb je het over de IPCC-rapporten? Nou, dit is gewoon sterfte van mensen wereldwijd. Ja, door dit soort extremen is 99% afgenomen. Dat vermeldt het IPCC-rapport nooit. Maar, en dat heeft ook niks te maken met klimaatverandering, maar alles te maken met de toegenomen welvaart. Omdat we welvarender zijn, bouwen we betere huizen, kunnen we mensen tijdig waarschuwen voor die aankomende orkaan, kunnen mensen schuilen, enzovoort, enzovoort. En daardoor... Precies, dan zijn die verschijnselen er wel, die rampen er wel. Maar het is niet een ramp in menselijke zin is het dan geen ramp. Precies, dus de verschijnselen die komen niet vaker voor dan vroeger. En als ze voorkomen, dan gaan er veel minder mensen aan dood.
Nou, dat noem ik geen klimaatramp. Dat noem ik het omgekeerde van de klimaatramp. Ja. Maar zij mag het keer op keer zeggen. En ze is nog nooit op doorgevraagd. Nou, even naar Bas. Want je, nou ja, omdat dat inderdaad niet voldoet aan de consensus. Hè. En ik denk dat Margot Smit, dat merk je ook als een oldschool journalist. Hè. Zoals hiervoor, zoals een journalist waar ik geboren was. En nu is ze ombudsman. Maar ze heeft ook een beetje een geromantiseerd beeld van de journalistiek. En dat mag ook, want dat hebben wij ook. Maar in dit geval is het een probleem, omdat zij niet lijkt te beseffen dat journalistiek ook veranderd is in de loop der jaren. Want ze zegt, journalisten zijn geen doorgeefluik. Maar ja, we hebben hier ook het ANP, we hebben Reuters. En de NOS die doet er ook gewoon aan mee, hoor. Die schrijft ook gewoon stukjes over van persbureaus. Ja. Dus, en je hebt ook persberichten van bedrijven. Hè, bijvoorbeeld internationale persbedrijven. Die... Internationale persbureaus, ja. Maar ook persberichten van private bedrijven worden ook gewoon één op één overgenomen. Ja, dan zullen zij zeggen dat ANP al de journalistieke toets heeft gedaan natuurlijk. Hè. Zo zullen ze zich daarachter verschuilen. Dus... Ja, ja. Dat zou kunnen. Alleen, kijk, in dit geval Van Haga die zegt dan van nou, ik heb het doorgevraagd bij de overheid. Nou, dat zou dan ook al een bron kunnen zijn. En dus hij heeft daarin doorgevraagd en zij zegt dan toch van... Ja, het moet meer hebben. Maar ja, dat bij die voorbeelden die jij net geeft, gebeurt dat ook niet. Hè? Dus het voldoet niet aan de consensus van de discussie. Ja, en hoe het zo makkelijk op te lossen is, hè? Want dat is denk ik ook, het is ook goed om na te denken over de oplossingen. Ik zit daar nooit, hè, bij Op1 of ik zit daar nooit bij Nieuwsuur. Nou, het is niet dat ik nog zo graag met mijn hoofd op de tv wil, maar ik ben wel een van de weinige kritische journalisten die heel goed in dat klimaatdossier zit. Dus het is zo makkelijk op te lossen door vaker mensen tegenover elkaar te zetten. Maar ben je was gevraagd door Op1? Nee. Niet. Nee. Maar goed, als ik daar zou zitten en ze zouden mij echt zeggen van... oké, jij gaat met Kaag of jij gaat met Jette in debat... Dan zou ik hem dus kunnen bevragen. En dan hoeft die journalist dus niet, want die heeft vaak die kennis niet. Mm-hmm. Dus waar zij mee komt, is natuurlijk niet op te lossen. Want hoe ga je oplossen dat journalisten, die kunnen niet bij die talkshows... ze kunnen niet van 100 onderwerpen alle ins en outs weten... Ze kunnen zich natuurlijk wel enigszins voorbereiden. Ja. We gaan even kijken, want we hebben natuurlijk waar het bijna alles over gaat over desinformatie. Dus we hebben even een overzicht van wat is desinformatie van de overheid, de site zelf, van de Rijksoverheid. En Sietse kan het goed voorlezen, want je hebt de bril bij, of niet? Ik kan het zonder bril. Zonder bril? Oh, kijk, wat een luxe. Ga jullie helpen. Dank je wel. Desinformatie is onware, inaccurate of misleidende informatie... die met opzet wordt gemaakt en verspreid om geld te verdienen... of om een persoon, sociale groep, organisatie of een land te schaden. Iets anders is misinformatie. Dat is onjuiste informatie die min of meer per ongeluk wordt verspreid. Onder nepnieuws wordt soms desinformatie en soms misinformatie verstaan. Het begrip nepnieuws wordt ook als synoniem gebruikt voor leugens en voor onzorgvuldige journalistiek. Margot Smit gebruikt in haar rapport of in haar verklaring gisteren bij Nieuwsuur niet het woord desinformatie. Nee, maar ze schurkt er tegenaan met die gekke actief aantoonbare... onjuiste informatie. Ik denk dus dat ze bewust dat woord niet gebruiken... omdat ze daarmee dus impliceren dat er met opzet leugens worden verkondigd. En dat kunnen ze dus niet bewijzen. Ja, dit is hiermee bedoeld ze desinformatie. Absoluut. Dit is gewoon actief aantoonbaar. Ik denk dat de burger, de kijker, die associeert het gelijk... Oh, dat is desinformatie. En daarmee ook gelijk alle informatie die van Ongehoord Nederland komt... die zullen ze nu wegzetten als zijnde desinformatie. Ja, want ook, dat is de link die ze leggen. Ook het woord doorgeefluik impliceert dat je gewoon een luik openzet... en je geeft mensen wat ze willen horen. Dat is, want Ongehoord Nederland is wat mensen gewoon willen horen. Die willen hun onderbuik een beetje bevredigen of zoiets. En die willen graag... tegen de gevestigde orde nieuws horen of zoiets. Dus dat is zo kijken zij naar Ongehoord Nederland. En dat is dan dus ook opzettelijk. Dat zit er dus ook in al die terminologie die ze gebruiken. Dat er met opzet, dus met andere woorden, desinformatie wordt verspreid door Ongehoord Nederland. Dat was in jouw zaak was dat natuurlijk wel... Want ik zit hier naar te kijken met enige verbazing. Dat is bij jouw rechtszaak ook geweest. Nou, kijk, die definitie die hier staat, is een vrij, daar ligt de lat vrij hoog. Hè? Want je moet dus echt sprake zijn van kwade opzet. En er moeten ook financiële motieven achter zitten. Hè? Dus dat zou dan in ons geval de olieindustrie zijn. Maar dat is nu net door de rechter weerlegd. Maar desinformatie speelt een belangrijke rol. Poynter beschuldigde ons van het verspreiden van desinformatie. Zowel mijn stichting Clintel als een website die wij hebben, dat Res in Beeld, waar we de windmolens visualiseren. En in beide gevallen zouden wij volgens Poynter aan desinformatie doen. Nou, wij hebben dat bestreden. En we zien hier een stukje uit het vonnis. En wat ik heel interessant vind, is dat...
Ze zeggen Clintel, hè, Clintel, mijn stichting is een internationaal opererende stichting. En wij hebben als boodschap, er is geen klimaatcrisis. Dat is een beetje, heeft te maken met die rampen. Er is geen toename van rampen. Er is wel CO2-toename, er is ook een beetje opwarming. Maar wij zeggen, er is absoluut geen sprake van een klimaatcrisis. Ja? Maar dat is al zo inconvenient, om Al Gore te citeren, dat dat niet, dat wordt niet gewaardeerd. Dat je dus dat standpunt inneemt. Over Al Gore, want in de film Inconvenient Truth werd gezegd dat we nu, 2022, allemaal weg zouden zijn. Nou, niet allemaal, maar wel het ijs op de Noordpool. Maar ook dat is niet gebeurd. Ja. Maar goed, in ieder geval, wij zeiden dus... Dus Pointer zegt dat wij aan een internationale desinformatiecampagne doen. In de breedste zin van het woord. Hè? Dus met onder andere met onze boodschap, er is geen klimaatcrisis. Nou, en dan is dit een stukje uit het vonnis. En dan zegt de rechter, volgens de wereldwijd geraadpleegde deskundigen... ligt dit anders? Ligt dit echter anders? Zij delen de opvattingen van Clintel niet. Nou, en waar het dus op neerkomt is dat ze zegt... Tuurlijk, er zijn heel veel wetenschappers die onze opvatting niet delen. Er is hier sprake van een heel gepolariseerd wetenschappelijk debat. Maar dan zegt de rechter vervolgens... Omdat er internationale deskundigen zijn die de opvattingen van Clintel niet delen... En dan zeggen ze, de volgende stap is, zij vinden de informatie van Clintel onjuist. En dan vervolgens vindt ze dat Pointer genoeg feitenmateriaal heeft aangedragen om te kunnen beweren dat wij aan desinformatie doen. Ja, dus het hebben van andere hypothese is al desinformatie. Dus wederom, Pointer hoeft niet door te vragen bij die IPCC. Ook niet om wederhoor. Zijn we ook niet om wederhoor gevraagd. Op andere punten wel, maar over die windmolens een klein beetje. Maar op dit punt ook helemaal niet. En bovendien heeft Pointer ook keer op keer mijn visie op klimaat ook verkeerd weergegeven. Dus dat hadden ze ook makkelijk kunnen voorkomen door wederhoor te doen. Maar de lat voor desinformatie ligt hier dus vele malen lager. Mm. Er hoeven een paar mensen gevonden te worden die zeggen... wij vinden de informatie van Clintel onjuist. En dan mag Pointer op basis van die mensen... als het maar deskundigen zijn, ja, wie bepaalt wat dan een deskundige is... dan mag Pointer op basis van die mensen zeggen... Clintel doet aan desinformatie. En dat is een doodsteek van de onafhankelijke wetenschap. Ja, en het is ook de doodsteek. Dat maakt het hele begrip desinformatie volkomen betekenisloos. Hè. Dat al die andere dingen, kwade opzet en al die andere extra criteria... die zijn ook niet meer ter sprake. Mm. Het betekent dus dat het begrip is betekenisloos geworden. Want wat wij kunnen doen is zeggen van... nou, wij zijn het niet eens met die visie van die andere deskundigen. Wij vinden hun informatie onjuist. Dus wij vinden dat die deskundigen desinformatie verspreiden. Ja. En ik heb ook tegen de rechter gezegd van... nou, ik zeg dus vrijheid van meningsuiting vind ik ook een hoog goed... want daar kwam het steeds op neer. Ja, vrijheid van meningsuiting moet er niet aan banden gelegd worden. Hè. De journalisten van Pointer moeten gewoon kunnen zeggen wat ze vinden. Daar kwam het steeds op neer, hè? Ja, en dan zeg ik tegen de rechter... ja, maar dat leidt... ik zeg, wat hebben wij dan nog in handen? Ik zeg, het enige wat wij kunnen doen is dus oog om oog, tand om tand. He, dus wij moeten dan keihard gaan terugslaan. Dan moeten wij Pointer ook gaan beschuldigen van desinformatie. Mm-hmm. Ik zeg, dat leidt dus tot de verharding van het maatschappelijke debat. En daar maakt iedereen zich nou net de hele tijd zoveel zorgen om. En wat is nu jullie volgende stap hierin dan? De ombudsman bellen, denk ik. Sowieso. Als je dus ziet wat wij hebben een aantal artikelen op de website van Clintel, clintel.nl geplaatst, waarin we uitleggen wat er allemaal misgaat in die uitzending. Nou, als Margot Smit dat echt met een open mind leest wat Pointer daar gedaan heeft... En dat legt langs de journalistieke code van de NPO... dan kan ze Pointer echt helemaal afmaken. Dat is mijn stellige overtuiging. Dus ik ga sowieso een klacht indienen bij de ombudsman, ombudsvrouw. En of we in hoger beroep gaan, dat weet ik nog niet. Ik moet het nog laten bezinken. Ik moet eens met wat advocaten overleggen. Ik denk nog steeds dat er niet echt recht gesproken is. Ik bedoel, misschien kun je een oproep doen aan de Margot dat ze wil kijken. Nee, dat is serieus. Hè? Dat je op de camera zegt van... hey, Margot, ik wil dat je je wens... Dat hoef ik verder niet te doen. Ik vind het wel heel grappig. Want de enige keer dat ik beroepsmatig met haar contact heb gehad... toen werkte zij bij de KRO, overigens. Ja, zij komt bij de KRO vandaan. Ik weet niet of ze bij Pointer vandaan komt. Maar zij heeft toen, dat is heel grappig, zij heeft toen... Er was een klimaatkritische documentaire. Eerst hadden we de documentaire van Al Gore. Ja? An Inconvenient Truth. En toen kwam er een kritische documentaire. Die heet The Great Global Warming Swindle. KRO, het was in 2007. KRO wilde die documentaire uitzenden. Nog voordat de KRO hem had uitgezonden... kwamen er allemaal klachten binnen... dat de KRO die documentaire niet mocht uitzenden.
Nou, en toen is de KRO echt erachter gaan staan en gezegd van... ja, sorry, maar dit is toch gewoon journalistieke vrijheid. Wij moeten toch tenminste die documentaire kunnen uitzenden. Zij maakten zich daar hard voor. Maar toen hebben ze uiteindelijk als compromis besloten... om die documentaire uit te zenden en meteen aansluitend... een debat te organiseren op de tv. Ik heb in dat debat gezeten met onder andere Diederik Samsom... Hans Laboom, mensen van het KNMI, mensen van het PBL. Maar dat is echt een van de laatste keren... dat dat op de Nederlandse televisie is gebeurd. Ja, en nu moet ik gewoon door Pointer, nu moet ik naar de rechter... omdat ik gewoon door Pointer gewoon helemaal zwart gemaakt word. Hoe is dat debat toen voor jou verlopen, voor je gevoel? Nou, weet je, kijk, debatten over klimaat zijn ongelooflijk lastig... omdat je heel snel langs elkaar heen zit te praten. Dus het leent zich eigenlijk ook niet heel goed voor de televisie. Maar ik vind wel dat je het moet proberen. Want als je maar de hele tijd maar één verhaal dan als alternatief... de hele tijd alleen maar over de klimaatrampen gaat hebben... En als je de documentaires niet willen uitzenden... dan zul je af en toe een debat moeten doen. Als ik nu bij Nieuwsuur... soms probeer ik me dat te visualiseren. Stel nu dat ik bij Marielle Tweebeek of Jeroen Wollaars bij Nieuwsuur zit... Ja, ik heb al die eerste 10 minuten zitten zij gewoon... dan denken ze van, ja, maar Marcel, jij komt van een totaal andere planeet. Alles wat jij vertelt is gewoon poep. Dat is gewoon, dat zouden mijn kinderen zeggen dan, hè? Dat is gewoon totale onzin. Dat is gewoon totale onzin. Dan zeg ik, ja, maar Marielle, dan had je me 10 jaar geleden al een keer... had ik je langzaam mee kunnen nemen in dit proces... dat er ook een totaal andere visie is op dit vraagstuk. Ja. Maar nu hebben ze geen idee. Straks gaan we nog niemand, hebben niemand over... heeft ze bijgepraat. Nee. Er zit helemaal niet tunnelvisie. Straks gaan we nog hebben over stikstof. Daar gebeurt precies hetzelfde. Er is een narratief en daar moet iedereen, alle journalisten zich aan houden... en dat er een heel ander een narratief mogelijk is... Forget it. Dat krijg je niet meer door. Ik hoop dat Margot snel de handschoen oppakt. Zodat ze de pointen gaat bekijken. En dan maar eens zien wat eruit komt. Dank jullie wel, jongens en dames. Ruim 500 VVD'ers verzetten zich tegen stikstofplannen van stikstofminister Christiane van der Wal. Die vrijdag haar plannen officieel gaat presenteren. De punten van zorg zijn haalbaarheid, twijfel over de meetmethode, de geloofwaardigheid van de modellen en het opdoeken van de agrarische sector. En daarmee komen er nu ook haarscheuren in het bastion van de coalitiepartijen die eerder vandaag dan morgen van de boeren af willen. Ja, dat is ook weer een hekelpunt dit, hè? Ja, maar zo gooit het balletje al op. We mogen het weer hebben over stikstof. Ja. Maar dat is omdat deze week wordt ook een soort van spannende week. Want er waren vorige week onderzoeken al uitgelekt die aankomende vrijdag besproken gaan worden door Christiane van der Wal... onze stikstofminister, want die hebben we. En daar staat eigenlijk in dat bepaalde gebieden in Nederland... die moeten 70 tot 80, soms wel 100% stikstofvrij zijn. Want stikstofcrisis in een zin is dat een groot gedeelte niet meer achteruit mag gaan... door stikstofuitstoot. Zo zeggen ze het zelf, hè? Achteruit gaan. Maar mag niet meer stikstof bijkomen, daar komt het eigenlijk om neer. En bepaalde gebieden die zijn echt de klos... want er moet 80% stikstofuitstoot verminderen. Ze hebben het over het Brabantse De Peel... We hebben het over het Groene Hart, dat is hier nog in Noord-Holland ergens volgens mij. En het Gelderse Vallei in de Veluwe en dat soort gebieden. En Christiane van der Wal die was er ook echt heel erg in superlatieven over van... het wordt verschrikkelijk, ik moet echt keiharde maatregelen gaan nemen... en dit wordt voor niemand leuk, iedereen gaat erop inleveren. Dus nou ja, ik ben bijna bang voor wat ik vrijdag ga horen. Maar uiteindelijk gaat het waarschijnlijk over de boeren, want uit de modellen... zou komen dat 40% van stikstofuitstoot door boeren komt. Dus die moeten waarschijnlijk worden uitgekocht in die gebieden... zoals De Peel en rond de Veluwe. En ja, vrijdag gaan we dat dus horen, wat die aanbevelingen zijn. En dan moeten de provincies er maar mee kijken wat ze ermee willen gaan doen. Want zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk. Ja. Maar ja, die modellen die staan al langer ter discussie. Dit is dus ook zo'n prachtig voorbeeld van wat ik noem een gecreëerde crisis. He, dus bij die stikstof, om heel even de basis uit te leggen... ik heb daar een paar jaar onderzoek naar gedaan met Jaap Hanekamp... een goede vriend en collega van mij. De basis van het hele stikstofverhaal is in feite dat stikstof alles bepalend is voor natuur. Dat is op zich, als je erover nadenkt, is het al meteen bizar. Hè? Want als je denkt over natuur, dan weet je gewoon... daar kan hoeveel recreatie er in een gebied is. Als er heel veel recreatie in een gebied is, dan verstoor je de natuur. Dus recreatie heeft invloed, maar ook de grondwaterstand. Dus er zijn heel veel factoren van invloed op natuur. Maar als je kijkt naar het Nederlandse natuurbeleid... dan is er maar één ding wat de natuur van Nederland zou bepalen... en dat is stikstof. Nou, en dan hebben ze al in de jaren 80 hebben ze gezegd van... ja, maar hoeveel stikstof kunnen die natuurgebieden nou hebben... Dat noemen ze de KDW's, de kritische depositiewaarden. Nou, er zijn dus voor ieder klein postzegel natuurgebiedje in Nederland... zijn er dus KDW's vastgesteld. En vervolgens blijkt,
met een model, met een modelberekening, gaan ze kijken van hoeveel stikstof gaat er nou van die boerderij naar dat natuurgebied en van die snelweg naar dat natuurgebied en van dat industrie naar dat natuurgebied. Ja, dat is even belangrijk, dat is een modelberekening. Dat, houdt dus in, dat zijn modelberekeningen. Concrete waarden, ja. Concrete antwoorden die al maar eerder duidelijk worden. Maar in de wet is vastgelegd dat de modelberekening wettelijk bepalend is voor de vergunningverlening. Ja. Ja, dus dan krijg je mensen als die Johan Vollebroek, die al die stikstofrechtszaken heeft gevoerd, die kan gewoon zeggen, volgens het model stoot die boer te veel stikstof uit, want het komt in dat natuurgebied, dus hij mag geen vergunning. Nou, dan krijgt hij Johan Vollebroek gelijk. Zonder feitelijke mening dus? Zonder feitelijke mening, want het is de modelberekening is leidend. Ja? Nou, nu gaat het dus, die KDW's... Want wie bepaalt dan welke modelberekeningen leidend zijn? Er is maar één officieel model. Dat is het RIAS-model, dat valt onder beheer van RIVM. En daar moet dus iedereen moet daaraan voldoen. Iedereen moet dat model gebruiken. Dat model is bepalend voor hoeveel stikstof jij in het nabijgelegen natuurgebied zou deponeren. Het gaat dan om de depositie van stikstof in een natuurgebied. En dat is leidend vervolgens, want ze kijken vervolgens, hey, hoeveel stikstof dwarrelt er al neer in dat gebied? Ja? En wat is de KDW? Wat is de grens? Wat is de kritische depositiewaarde? Ja. Nou, bij het merendeel van de gebieden in Nederland is die KDW al lang overschreden of die zit al aan zijn tax. En dan komen zij met het begrip, er is geen stikstofruimte meer. Ja? Mm. Dus dat is bepaald door deze uitermate dubieuze Jaap Hanekamp, die collega van mij, die is verder gegaan met stikstofonderzoek. Die heeft onlangs een heel interessante paper hierover gepubliceerd. Over wat zit er nou eigenlijk achter die KDW? Ja, en door wie wordt die Jaap Hanekamp dan gefinancierd? Crowdfunding. Ja. Heel veel crowdfunding. Stel ik nu genoeg door? Ja, heel goed. Ja, dat is goed. Ja, volgens mij is het crowdfunding. Maar ik zou zeggen, nodig hem een keer uit en dan kan je het persoonlijk aan hem vragen. Okay. Maar goed, dan heb je dus. Je hebt dus een beetje kunstmatige grenzen en een modelberekening die zegt dat als je over die kunstmatige grenzen aangaat, dan heb je opeens een crisis. En zo is die hele stikstofcrisis gecreëerd. Ja? En je weet dus nu ook al dat als je die stikstof van die boeren terugbrengt naar nul, dan heb je nog steeds geen garantie dat het beter gaat met de natuur. Dus het is ook weer zo'n wensdenken zit erachter. En het beleid is ook weer niet toetsbaar. Maar ik heb Jaap ook nog gesproken vandaag. En hij zegt ook van, weet je, één ding lijkt hier te spelen. En dat is boertje pesten. En wat er achter deze agenda lijkt te zitten is wel degelijk. We willen van die boeren af. Ja, en dat is dus ook wat meerdere mensen van de VVD al vinden. Want Mirjam Pauwels was gisteren bij WNL. Gisteren of eergisteren, moet ik wel duidelijk zijn. Eén van de twee. Deze week. Deze week, afgetikt. Bij WNL. En die sprak daarover. Die sprak haar zorgen erover uit. Gaan we even naar kijken. Nou, we willen bereiken dat de ledenvergadering van de VVD in meerderheid uitspreekt dat het voorgelegde stikstofbeleid aangepast moet worden. We maken ons hier grote zorgen over. Het is een groot probleem en er moet wat gebeuren. Maar de huidige manier waarop is veel te massief en veel te eenzijdig op de landbouw gericht wat ons betreft. En het is nog maar zeer discutabel of we die doelen ook gaan halen. Het zal een enorme impact hebben als de agrarische sector voor de helft moet opdoeken zoals het nu ongeveer uitgerold wordt. En daarnaast is het model gebaseerd op metingen, of niet op metingen en feiten, maar op berekeningen. En de oorzaak tussen uitstoot en samenhang van wat er neerkomt is ook niet onomstotelijk vastgelegd. Dus onze grootste zorg zit erin dat we nu met dit beleid aan de slag gaan en dat het achteraf alsnog niet haalbaar lijkt en dat de doelen niet gehaald worden en dat de hele operatie voor niks is. En zij heeft het ook over modellen, waar we het net al over hadden. Ja, daar bedoelt ze diezelfde modellen mee. Ja, en wat ik bijzonder vind, het is iemand van de VVD. Dus iemand die tegen het narratief van de grote man ingaat. Dat is ook wel het interessante, want aankomende zaterdag is er een VVD-congres. Nou, en Christiane van der Wal is een VVD-minister. En ook nu een zeer prominente VVD-minister. Want dit is een van de grote dossiers van dit kabinet. Dus wat zij vrijdag gaat vertellen, dat is dus heel erg controversieel bij heel veel VVD'ers. Dat zie je ook wel. Honderden die spreken zich daarover uit. En die gaan dat ook bij dat congres doen. Waardoor... Die hebben dus een motie ingediend, hè, begrepen? Ja. Een motie ingediend voor het VVD-congres. Waarin ze dus in feite het landelijke stikstofbeleid van de VVD niet meer steunen. En dat is een nieuwe situatie. Hè. De afgelopen jaren hebben Jaap en ik toen vooral gezien dat onze kritische rapporten die we schreven, die vonden natuurlijk vooral gehoor bij de boeren. Mm-hmm. Ja, maar nu heeft die nieuwe minister van de Wal, heet ze.
Ja? Ja. Die heeft nu eigenlijk gezegd van ja, die provincies moeten dit maar gaan oplossen. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Want ten eerste, bij die provincies is er helemaal geen kennis van dit ongelooflijk ingewikkelde dossier. Maar die provincies moeten wel tegen die boeren gaan zeggen... Hey, Björn, jij zit al met je familie al 200 jaar daar te boeren. Hè? Op dat, nu niet meer hoor. We gaan jou uitkopen. We gaan jou uitkopen. Dus die harde boodschap moeten die provincies nu gaan geven aan die boeren. Ja, ze worden gewoon voor het karretje gespannen door de minister. Exact. En wat je dus nu ziet gebeuren is dat zelfs die VVD'ers... Dus die provinciale en lokale VVD'ers... die gaan nu in verzet komen. Want die zien dus van... wij moeten dit gaan uitvoeren, ja. Maar we kunnen dat helemaal niet... en we willen het ook helemaal niet. Niemand wil de bul zijn, natuurlijk, in die zin. Nee, want dat is wat ze wel voelen inmiddels, dat ze dat zijn. Ja, en zij moeten dus lokaal aan hun eigen bewoners... in de eigen provincie moeten ze... Geloofwaardigheid dit, toch? Niet om empathie, maar het gaat om geloofwaardigheid dit. Ja, maar ik denk, kijk, langzamerhand begint ook wel door te dringen... bij steeds meer mensen zonder dat ze dus dit hele complexe dossier begrijpen. Hè? Want ik heb er een paar jaar echt heel veel tijd in gestoken. Maar ook voor mij is het zelfs, je moet het bijna... dag en nacht volgen als je alleen al het stikstofdossier wil begrijpen. Maar ik denk dat wel steeds meer van die lokale landelijke of in de regio de politici wel steeds meer beginnen te voelen van ja, maar waar slaat dit eigenlijk op? Wat zijn we nou hier eigenlijk aan het doen? Weet je? Dus ik denk dat het wel een soort van zaadje geplant is. Onder andere door het werk van Jaap Hanekamp en Geesje Rotgers van STAF. Een stichting die een beetje vergelijkbaar is met Clintel, maar dan op het gebied van landbouw. En zij hebben echt ontzettend veel werk verricht om gewoon de andere kant weer van dit verhaal te laten zien. Hè? Dus jongens, het zit niet zo in elkaar als je denkt dat het zit. Er zijn meer partijen die bezig zijn met het beleid, met het verhaal. Je hebt nog even voor jou, want waarom is dit dan zogenaamd een crisis? Kijk, als je vanaf het begin af aan met stikstofbeleid dit gewoon in wetgeving had ingebracht en dat werkt, dan hoor je niet zoveel over. Maar in de afgelopen jaren was dit in één keer een acuut probleem, waardoor alles wat stikstof uit zou stoten, dat kwam dus ook stil te liggen, waaronder de bouw. En dat is natuurlijk een groot thema nu, dus daarom is het ook een crisis, want in één keer ligt de bouw helemaal stil. Ja. En om terug te komen op de VVD... bij de VVD is dit ook wel electoraal interessant. Omdat dit, ja, ik kan me niet herinneren wanneer de VVD nog intern een soort van wrijving had. Nou, je ziet ook bij andere partijen waarin het afgelopen jaar is gebeurd, dat dat ook wel impact heeft gehad op de peilingen. Of zelfs in de verkiezingen. Hè. Dus CDA, Volt, hè, die zijn allemaal gehalveerd. En VVD zou nu voor de eerst in heel veel jaren toch nog eens in een heikel punt kunnen komen. Nou, en Caroline van der Plas die scoort natuurlijk veel beter bij de boeren. Hè? Omdat die boeren ook al tijden niet meer het gevoel hebben dat ze door de CDA, hun traditionele partij, dat ze daardoor gesteund worden. Hè, dus dit CDA schaart zich een beetje achter dat hele landelijke stikstofcrisis-narratief. En die Caroline die komt ook meer uit de sector. Die staat er veel nuchterder in. Die heeft nog wel een soort van, jongens, maar kom op. Is nuchterheid genoeg? Dat is een beetje wat ik bij haar wil... dat het iets te veel is van, Kijk, we zijn in zo'n... Wat zou je van haar verwachten dan? Nou ja, ik vind dat ze te weinig kritisch is op het kabinet, op de macht, op de agenda hierachter, doorvraagt. Ze gaat ook niet echt naar die demonstraties van die boeren, geloof ik. Ze zoekt toch een beetje het polderen, een beetje het overleggen. En wat is de agenda die erachter zit? Boeren willen vaak volgens haar ook zelf meewerken aan een oplossing en zich uitkopen. Wat is de agenda die er volgens jou achter ligt dan? Het wegpesten van de boeren. Marcel al zegt, hè? Dus dat die land, landbouwgrond als het ware vrij moet komen om te kunnen bouwen. Als je goed kijkt naar de smart city plannen, hè? Dus dat heeft ook nog een aantal andere namen, dan zie je dus dat Nederland moet een soort provincie worden van Europa waar straks 30 miljoen mensen wonen. Daar is natuurlijk geen ruimte meer voor gezellige koetjes in de wei. En landbouw, dat moet dan maar ergens anders vandaan komen. Nou, het impliceert ook dat we afhankelijk gaan worden agrarisch van andere landen. Hè? En dan kan je geven in dat EU-gebied weer. En echt de doodsteek natuurlijk voor het Nederlands zoals we het kennen. Want wat is Nederland zonder het land? Zonder de weilanden. Landbouw, de weilanden. Ja, ja. De tulpen, hè? Dus dat is natuurlijk wel echt een grote hobbel die ze moeten nemen om ons hier doorheen, kritiekloos doorheen te krijgen, denk ik. Boeren zijn wel boos, geloof ik, maar niet boos genoeg. Ach, terecht. Kijk, die boeren hebben vanaf de jaren 80 gehoord... jullie zijn de viespeuken en vanwege jullie stikstofuitstoot. Hè? Dus ammoniak en lachgas, dat is wat ze uitstoten. Via veeteelt met name. En die boeren, wij willen dat helemaal niet. Wij willen helemaal niet het viespeuk zijn. Dus zeg maar wat we moeten doen.
Dus die boeren hebben vanaf begin jaren 90 hebben ze alle maatregelen. Ja. Bijvoorbeeld mestinjectie, verplichte mestinjectie. Mogen de, hè, vroeger, wat is dat, mestinjectie? Nou, vroeger rijden die giertanken over het land. Hè, dus dan reed je ergens, oh, wat stinkt het hier. Nou, dat werd gewoon de mest uitgereden bovengronds. Mm-hmm. Maar bij het bovengronds uitrijden van mest is dan het idee, op basis van Wageningen onderzoek, zou dan meer ammoniak vrijkomen dan als je de mest injecteert. Dus er is een verplichte mestinjectie gekomen, overal in Nederland. Nou, dat betekent voor de boeren extra kosten. Want zo'n apparaat kunnen ze vaak zelf niet aanschaffen. Dus dan moeten ze loonwerkers inhuren die zo'n apparaat wel hebben. Een bedrijf, en die komen dan de mest injecteren. Nou, wat er stallen. Ja, dat gebeurt is dat de boeren continu maar moeten investeren. En nu die boeren, die sector heeft naar schatting, toen ik er naar keek, naar schatting een paar miljard geïnvesteerd om aan alle stikstofmaatregelen van de afgelopen 25 jaar te voldoen. En nu zijn we 25 jaar verder. En dan zegt de minister en het hele kabinet, we hebben nog steeds een stikstofcrisis. En jullie zijn nog steeds de schuldigen. Mm-hmm. Nou, zou jij boos zijn of zou je niet boos zijn? Jeetje, Mina, joh. Je hebt 25 jaar lang alles gedaan wat ze hebben gezegd. En dan ben je nog steeds de kwaaie Piet. Ja, maar hey, dus denk dat Marcel gelijk heeft dat daardoor ook heel veel kiezers nu naar andere conservatieve partijen gaan dan de VVD. Je ziet dat daar nu frictie in is. Maar ook bij CDA was er eerder ook een beetje een traditioneel boerenpartij. Mm-hmm. Nu gaat JA21 eigenlijk met de oplossing ervandoor. Want die heeft ook getweet, Dirk-Jan Epping. Ik lees even die quote in het midden van: nu is de wet gewoon onuitvoerbaar omdat het de Nederlandse economie volledig plat legt. Daarom is er noodzaak om deze niet functionerende wet te repareren. Dus hij stelt eigenlijk van, nou, deze wet rondom stikstofuitstoot, die werkt niet meer, want de hele bouw en daar ook een zeer grote economie, die ligt daardoor stil. Dus hij wil dat in een reparatiewet, wil hij dat omkeren. Gaan we wel af hoe hij dat dan wil doen, want het is vanuit de EU ook een eis, hè, om de Natura 2000 gebieden te beschermen. Maar dat zou interessant kunnen zijn. Maar het ligt dus helemaal op die bouw. Dus ik ben ook gaan uitzoeken van, wat is er nou voor het kabinet zo belangrijk bij de bouw? Nou, dan komt hij daar weer naar voren. Er is hij weer, Hugo de Jonge. Die wil natuurlijk ons uit de woningnood helpen. En deze week hadden ze ook een nieuw wetsvoorstel dat ze voor het einde van het jaar de dakloosheid op willen lossen. Daar hebben we een blackjack over. Ja. Het gaat er met name om dat ze dus daarvoor heel veel huizen willen bijbouwen. En ik heb eigenlijk gecheckt van, zou dat onder de huidige omstandigheden kunnen? Oké, okay. De blackjack over of de dakloosheid was het, hè? Ja. De dakloosheid, een mooi nieuw woord. Dakloosheid in Nederland opgelost kan worden door middel van dit beleid. Dat mij extra motiveert om echt aan de slag te gaan en weer echt aan volkshuisvesting te gaan doen. Ik denk dat dat het grootste verschil is met de opdracht die ik heb meegekregen uit dit regeerakkoord en alles wat er de afgelopen 10 jaar is gebeurd, dat volkshuisvesting weer helemaal terug is van weg geweest. Het kabinet schreef vorige week in een Kamerbrief dat ze voor het einde van het jaar met een concreet plan gaan komen om de dakloosheid in Nederland aan te pakken. Het plan dat onder andere wordt geleid door minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge moet ervoor gaan zorgen dat alle daklozen voor 2030 beschikken over een woning. Het plan wordt daarmee onderdeel van de visie van het kabinet om voor 2030 de Nederlandse woningtekorten op te lossen. We zullen tot en met 2030 zo'n 900.000 huizen moeten bouwen. 900.000, ja. En 2/3 daarvan moet betaalbaar zijn, want dat is een ander groot vraagstuk. De woningen zoals die nu worden opgeleverd, de nieuwbouwwoningen zoals ze nu worden opgeleverd, zijn voor heel veel gewone mensen helemaal niet meer betaalbaar. Zou het kabinet onder de huidige omstandigheden de dakloosheid kunnen oplossen? Wij zochten het uit. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is de dakloosheid in Nederland gestegen van 17.800 daklozen in 2009 naar 32.000 in 2021. Volgens het kabinet en minister Hugo de Jonge is de dakloosheid enkel op te lossen door daklozen een betaalbare woning te bieden in plaats van enkel een opvangplek. Hiervoor wordt het voornemen genoemd om veel woningen bij te bouwen. Echter, het bouwen van woningen kent op dit moment een groot probleem, namelijk de zogenoemde stikstofcrisis. Volgens minister Hugo de Jonge en stikstofminister Christiane van der Wal zullen de komende tijd keiharde maatregelen genomen moeten worden om de stikstofuitstoot terug te dringen voordat de bouw überhaupt door mag gaan van de rechter. Echter, ook wanneer de bouw van deze woningen doorgaat, zijn de problemen nog niet voorbij. Vanwege de vluchtelingencrisis uit Oekraïne krijgen Oekraïnse vluchtelingen voorrang op het toewijzen van bedden in zogeheten flexwoningen en getransformeerde zakelijke panden. Op dit moment zijn er 62.970 gemelde Oekraïnse vluchtelingen in Nederland en zijn er 47.854 beschikbare bedden.
Daarbij wordt niet uitgesloten dat het aantal Oekraïense vluchtelingen kan gaan oplopen tot 150.000. Naast de Oekraïense vluchtelingen spreekt de regering ook van een achterstand op vergunninghouders en vluchtelingen uit andere landen, waardoor duizenden asielzoekers uit bijvoorbeeld Syrië en Jemen op dit moment bij opvangcentrum Ter Apel op straat moeten slapen alvorens zij een woning krijgen toegewezen, terwijl volgens het CBS er maandelijks duizenden asielzoekers bijkomen. Naast de flexwoningen en getransformeerde zakenpanden staan er ook nog vele Nederlanders soms al meer dan 10 jaar op een wachtlijst voor sociale huurwoningen. Mocht het kabinet daklozen met voorrang willen toewijzen aan nieuwe sociale huurwoningen, dan zal dat dus ook ten koste gaan van Nederlanders die soms al 17 jaar op een wachtlijst staan. Dat het kabinet onder de huidige omstandigheden de dakloosheid zou kunnen oplossen, beoordeelt Blackbox dan ook als onwaar. Ja. Ja, dus dat is ook even de bigger picture natuurlijk, hè, voor Christiane van der Wal met stikstof en Hugo de Jonge voor de woningen. Dat er zoveel barrières nog doorgebroken moeten worden voordat je überhaupt dit plan door kan zetten. Hè, dus wat Marcel net heel goed heeft uitgelegd. Is er nu een model waar eigenlijk de basis in ligt van hoe zit dat nu met stikstof? Dat hoeft niet eens te gaan kloppen. Hè, dat heeft de VVD dus ook bij WNL gezegd van we weten niet eens wat het effect gaat zijn als we al die boeren gaan uitkopen of plat gaan gooien. Dat weten we helemaal niet. Dus als dat al gaat werken, oké, dan kan je door naar de volgende barrière. Dat is dat alle asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne eerst voorrang krijgen op alle panden die gebouwd gaan worden. Hoe denkt Hugo Jonge dit dan te gaan doen? Want hij heeft die ambities. Hij wil dit er doorheen. Nou ja, dat zijn dingen waar hij dus geen macht over heeft. Hè. Of zou die barrières dan gewoon niet gelden voor vluchtelingen en daklozen bijvoorbeeld? Dat ze dan zeggen, ja, we zitten daar nog wel mee voor Nederlanders. Hè, want dat wordt dan zo genoemd, Nederlanders. Ja, ja. Hè, dus ja. Mensen die al jaren op een wachtlijst staan, daar zijn die barrières. Maar we vinden dat zo belangrijk dat vluchtelingen wel al een huis krijgen zonder dat we die regels allemaal Dat is ook zo wetmatig geregeld. Dat de Oekraïense vluchtelingen, omdat ze zo in grote getale hierheen komen, dat die al voorrang kregen op woningen. De spoedzoekers. Dat heb ik ook uitgezocht in de Kamerbrief van Hugo de Jonge. Daar kunnen we even naar kijken. In de wat? In de Kamerbrief. Kamerbrief. Van Hugo de Jonge over dat bepaalde mensen voorrang hebben. Nou, de daklozen die noemen ze in dit kader spoedzoekers. Dat zie je in de tweede regel. En het is niet de bedoeling dat door immigranten, dus asielzoekers in het bijzonder, dat spoedzoekers minder kans krijgen. Maar ik denk dat alleenstaande moeders met kinderen die een huis nodig hebben, zou ik ook een spoedzoeker willen. Ja, dat klopt. Maar dat zijn economisch daklozen. En wat is de definitie van spoedzoeker? Okay. Ja, spoedzoeker, dat is eigenlijk een verzamelterm voor daklozen. Maar ook zoals Sietske zegt, als iemand gaat scheiden en die heeft geen woning, ben je economisch dakloos ook. Dat is gewoon, iedereen kan het zijn, ook een Nederlander. Ik vraag me af wat wie daaronder vallen, onder spoedzoekers. Daar heb je geen patent op. Hè. Je kan gewoon in één keer dakloos worden. Je kan meerdere redenen hebben. En maar waar het om gaat, is dat als het al allemaal gaat werken zo met stikstof, dat er dan heel veel panden komen waar wij eigenlijk niet in mogen. Want er gaan eerst asielzoekers in en Oekraïners gaan erin op dit moment. Daarna krijg je dus daklozen die er van Hugo de Jonge in moeten. Het zijn er ruim 30.000 op dit moment. En misschien wel meer, want dat weet je af en toe gewoon niet. En dan komen alle mensen die op sociale huurwoningen wachtlijsten staan. Nou, dat zijn ook duizenden. Ook die statistieken ontbreken specifiek. Maar als je ziet dat mensen al 17 jaar per lijst staan. En maar wat is dakloos? Want als ik gewoon mijn spullen op de straat zet en dan zeg ik, nou, nu ben ik dakloos, nu krijg ik een woning. Ja, het wordt dan een beetje een semantische discussie. Maar, je hebt mensen die thuisloos zijn, die kunnen van adres naar adres. Oh, en mensen die echt geen inschrijving hebben nergens kunnen verblijven, niet in de gemeente, die zijn dakloos. Ja, en dat zijn er ruim 30.000 in heel Nederland. Maar goed, om het verhaal rond te maken, je moet dus 5 barrières door voordat uiteindelijk iedereen echt gehuisvest kan worden. Gaat nog wel even duren dus. Ja, zeker. Ja, dankjewel. De documentaire What is a Woman kwam deze week uit in de VS, waarin een rondgang werd gemaakt door het land met de vraag, wat is een vrouw? Gek genoeg wist niemand meer het antwoord op deze simpele vraag, en dus vragen wij ons af wat er aan de hand is en hoe het zover heeft kunnen komen. Sietske Bergsma, waarschijnlijk een vrouw, gaat proberen de antwoord op te geven. Sietske. Ja, last time I checked. Vijf minuten geleden was ik nog een vrouw, volgens mij. Maar het schijnt dat ik dat kan veranderen. Er is ook wetgeving in Nederland in de maak om zodat je een X kunt krijgen in je paspoort. Maar hoe weet je dan dat je een vrouw bent? Nee, dat kan op gevoel, Bas. Op gevoel. Dat is, maar dus vroeger had je daar dus ook nog eerst een artsverklaring voor nodig. En dat is dus een Nederlandse regel.
Maar dat kan tegenwoordig steeds makkelijker. Maar dat is hartstikke mooi, want ja. Je hebt bij de Nieuws van de Dag heb je gezegd... oké, okay, er moet 40% moet vrouw zijn. Ja. Dus als er gewoon mannen zoeken die, ja, ik voel me vrouw, bam... dan kunnen ze toch gewoon het oplossen. Dus dat helemaal afgetikt. In theorie is dat dus... dat zou dan de toekomst worden, inderdaad. Ja. Dat is heel veel mensen die kijken, die denken van... ja, maar dat is allemaal een beetje gekkigheid. En wat is een vrouw? Ik kan toch met mijn eigen ogen wel zien. En de meeste mensen zijn er toch helemaal niet bevattelijk voor... Nou, dat is dus niet waar. Want als je die documentaire ziet die met Walsh heeft gemaakt... van de Daily Wire, ja. Waarvan we even zo de trailer gaan bekijken... die heeft dus gewoon een rondgang gemaakt in de academische wereld... in de medische wereld, heeft tussen activisten gelopen... vrouwen met name gevraagd ook, wat is een vrouw? Wat blijkt, niemand wil of kan of durft daar nog een antwoord op te geven. Dus we gaan er zo even over hebben wat erachter zou kunnen zitten. Ja. Maar laten we even naar de trailer kijken van de film. Ja, we gaan kijken naar Matt Walsh. Die had een oproep gedaan in de social media van wat is een vrouw. En er kwamen zo weinig reacties op. Denk je, daar moet ik zelf iets mee. Dus hij is gaan onderzoeken. Podcastmaker en politiek commentator. Politiek commentator, ja. Matt Walsh van de Daily Wire. I'm a husband. I'm a father of four. I host a talk show. I give speeches. I write books. I like to make sense of things. A woman is not anything in particular. There is not one particular thing. It could be many things to many people. Some women have penises, right? Some men have vaginas. I like scented candles. And I've watched Sex and the City. Yeah. How do I know if I'm a woman? That's a great question. You're not a scientist. You're not a gender studies major. No. How do you know that you're a man? I guess because I got a dick. Can a man become a woman? I'm not a woman, so I can't really answer that. Women only know what women are. Are you a cat? No. Can you tell me what a cat is? Do you want to tell us what a woman is? I'm a biological woman that medically transitioned to appear like a male. I will never be a man. And so they go on the internet and they're told that all their problems will be solved if they become a man. So you worry that there could be a sort of social contagion element of this? A teeny tiny bit, maybe. It got me at 42. Your child doesn't have a chance. And you're affirming it with hormones that have never been used in this way. Puberty blockers, which are completely reversible. Completely reversible. One of the drugs used is Lupron, right? Which mm-hmm. has actually been used to chemically castrate sex offenders. You know what? I'm not sure that we should continue with this interview. You don't want to talk about the drugs that you give to kids or... How can they be removing the healthy breasts of 15-year-old girls? There are masculine girls. There are feminine boys. What are we going to do about that? Carve them up? How can this whole thing be happening, Matt? I wanted us to have a safe place to be able to talk about this. Part of me wants to ask why you care so much. I care about the truth. I care about children. I care about the women who are having their opportunities stolen from them. Is it transphobic to tell the truth? The interview's over. Let's turn off the cameras. Excuse me. Oh, fair. I just wanted to know, what is a woman? And you're not going to find out. Based on what I'm saying, would you ever want to move to America? They say no. Never. Echt indrukwekkend. Ik heb hem nu gezien voor de derde keer, maar nog steeds denk ik... Die trailer. De hele film is ook absoluut een kijktip, hoor. Hij staat achter op het betaalkanaal van Daily Wire. Daily Wire, maar met een beetje rondvragen en onderzoek. Volgens mij zijn er ook... Ik weet niet of Black Box misschien daar een linkje naar kan plaatsen later. Dat weet ik niet. Wij gaan een linkje plaatsen, hoor ik in mijn oortje. Oké, okay, dus. Prima. Dus dan kun je hem hieronder gaan kijken. Absoluut echt een kijktip. Ook de manier waarop het is gemaakt. Maar misschien dat ook veel mensen zullen zeggen van... ja, maar dit is die woke. Hè? Dat gaat over die woke dingen en die gender. Ja, wat is woke? Die, ja, dus het komt... Hè, dus waarom, why should we care? Hè? Dus waarom is het voor Nederland ook belangrijk... om te kijken wat hier nu eigenlijk aan de hand is? Hè? Want er is dus een hele stroming in Amerika al... Nou ja, ik zie het begin een beetje zo rond 2016. Toen kwam er veel in het nieuws en over de rape culture aan de universiteiten. Daar begon het een beetje mee. Je kan het natuurlijk nog verder doortrekken naar de jaren 60 en zo, en feminisme. Maar toen kreeg je echt die LGBTQ-dingen ook en anti-racisme-bewegingen die opstonden, Black Lives Matter. En dat is de woke-cultuur? Dat is de woke-cultuur en die gaat eigenlijk... je kunt daar een hele uitzending mee vullen. Wat is woke? Heel veel mensen vragen zich dat ook af en ze vinden het vooral vervelend. Maar het is wel echt degelijk een academisch
gestoeld. Zeg je dat, stroming. Het is dus iets anders dan wakker zijn. Het is er wel op gebaseerd. Het woke is een woord wat uit de jaren 60 komt. Wat betekent eigenlijk dat je alert bent op machtsstructuren. Dat je je bewust bent van je achtergestelde positie. En dat je dus probeert om daar op een alerte manier... dat je scherp bent. Scherp dus tegen te acteren, zeg maar. In de context van nu, als je het nu in een paar zinnen moet formuleren... wat is dan nu... Nou, als ik het gewoon heel, heel kort, even voor deze uitzending... maar als we het even ook houden bij gender, hè, want het gaat over meer dingen. Het gaat ook over racisme, maar ook over gender dus. Over wat is een vrouw, wat is een transgender, wat is een homo, wat enzovoort, enzovoort. Maar het is eigenlijk gebaseerd op het idee dat gender een sociaal construct is. Hè. Dus het is niet biologisch, het is niet cultureel bepaald. Hè. Wel je seksen is wel biologisch. Je krijgt natuurlijk je... Je hebt, als je geboren bent, heb je vrouwelijk DNA. Dat kun je niet veranderen. Dat zit in elke cel van je lichaam. Mannen hebben dat ook natuurlijk weer in hun... Nou ja, hè, op andere plekken, zeg maar. Maar het is dus duidelijk dat het man-vrouw... We kunnen in details treden, maar je kunt een haar van iemand... en dan zie je of het een man of een vrouw is. Dus dat kunnen ze natuurlijk niet veranderen. De sociale deconstruisten, zoals ze heten... maar ze proberen daar wel mee te spelen. Ze zeggen eigenlijk van ja, dat die seks is dan wellicht wel vast... maar die gender, dus hoe jij je voelt... dus je voelt je een man of je voelt je een vrouw... zoals je mannelijke vrouwen hebt en vrouwelijke mannen... kun je daar een beetje natuurlijk, is er een spectrum. Maar zij willen eigenlijk al die barrières doorbreken... en zeggen van je kunt gewoon, dus ook officieel... dus je kunt jezelf naar buiten toe presenteren als man... terwijl je biologische vrouw bent en andersom. En dan moet de buitenwereld moet daar eigenlijk ook in meegaan. Dus je wordt dan verplicht eigenlijk om die voornaamwoorden te gebruiken. Dus in plaats van dat het vroeger natuurlijk meer ging niet, over het verkleden van... Was er niet een woord voor, de homoseksualiteit of lesbisch zijn... Ja, maar dat is seksuele geaardheid. Daar gaat het anders, dus nu niet over. Maar deze documentaire gaat eigenlijk terug naar de tekentafel. Dus Matt Walsh zegt eigenlijk van, ja, dit is zo raar. Wat is nou eigenlijk de meest basale vraag die overblijft... als we dit allemaal zo horen van die mensen die op straat zeggen van... ik ben een dit of je hebt zelfs nu, je kan zelfs als dier tegenwoordig, geloof ik, jezelf... identificeren. Die beweging is ook in Amerika. Dus jongeren die dus als fluffy animals identificeren. Dus daar zitten ze met oortjes op en zo. Dus de gekte gaat verder. Maar dit is de essentiële vraag volgens hem. En hij heeft eigenlijk in het veld dus mensen een spiegel voorgehouden... en ze de gevolgen van hun eigen ideologische tunnelvisie laten zien. Want wat zegt hij nu eigenlijk? Hij zegt... ja. Als je van man naar vrouw kan veranderen zonder dat je de kenmerken hebt... wat betekent dan dat vrouw zijn eigenlijk? Want dan is het een soort verzinsel. Je kunt het gewoon aantrekken. Je kunt je van dag tot dag kun je veranderen van gender. Maar wat is de definitie? En daar komen ze dus niet uit. Dus je ziet... We hebben ook beelden van een senator uit Tennessee... Dat fragment heb ik meegenomen omdat je dus ook ziet dat het echt tot in de hoogste instituten eigenlijk door is gedrongen. Hè. Dus dat zelfs een kandidaat van het Amerikaans Hoge Rechtshof, Ketanji Brown Jackson, zij zit in dit fragment bij haar confirmation hearing. En zij krijgt een vraag van een Republikeinse senator, mevrouw Blackburn, en die vraagt haar gewoon één simpele vraag. Dus misschien laten we daar even naar kijken, want dit is wel heel grappig, vind ik zelfs. Can you provide a definition for the word woman? Can I provide a definition? Mm-hmm. No. Yeah. I can't. You can't? Not in this context. So I'm not a biologist. The meaning of the word woman is so unclear and controversial that you can't give me a definition? Senator, in my work as a judge, what I do is I address... disputes. If there's a dispute about a definition, people make arguments, and I look at the law and I decide. Well, so I'm not... The fact that you can't give me a straight answer about something as fundamental as what a woman is underscores the dangers of the kind of progressive education that we are hearing about.
Ja, je moet Black dus blijkbaar Burn, bioloog Black... zijn om te kunnen bepalen of je... Ja, ja precies. Terwijl de definitie staat gewoon op in alle encyclopedieën en woordenboeken. Het is namelijk is adult... Het is human adult... wat is het? Adult human... Human female adult, sorry, ja. Human female adult. Dus je bent een mens en je bent vrouwelijk en je bent een volwassene. Dat zou, maar zelfs dat krijgen ze niet over haar lippen. Maar het is wel bijzonder wat ze zegt. Namelijk, ja. Dat zij zegt zelf, ik ben geen bioloog. Dus blijkbaar is het toch iets biologisch. En terwijl het nu gaat over is dat zo? Dat je, maar, het gevoel gaat. Maar ja, dat zou betekenen dat alle rechters, zowel in Amerika als in Nederland, geen uitspraken meer zouden kunnen doen als zij de definitie niet meer zouden erkennen. Want ja. De wet zit vol met vrouw-man onderscheid. Als je het familierecht in Nederland alleen al ziet, de vrouw heeft recht op dit, de man heeft recht op dat. Onder bepaalde omstandigheden zijn verschillende maatstaven voor. Hè. Dus, de alimentatie van de baan. Bijvoorbeeld, ja. Dus, of moet man zich als vrouw voelen en dan krijgt de man de alimentatie. Dus dan zouden we niet meer mogen doen alsof we het verschil kennen. Want het is dan per persoon afhankelijk of per situatie afhankelijk. Het geeft natuurlijk een enorme chaos. En het lijkt ook wel alsof die chaos... Die zit eigenlijk ingebakken in die genderideologie natuurlijk. Alle rollen, alle fundamenten van het menselijk leven. Hè. Dus man-vrouw verschillen, vader-moederrollen. Die moeten eigenlijk volgens deze beweging opgedoekt worden. Dus we moeten toe naar een soort van fluïde identiteit... waarin zogenaamde mens dan echt in gelijk staat tegenover elkaar. Maar dat is natuurlijk eigenlijk allemaal een beetje een rookgordijn. Hè? Want, Marcel, even vragen. Jij hebt een dochter. Praat je hier wel eens over met je dochter? Nou ja, toevallig. Ja, ik steek altijd dan de draak met... laatst waren we in Barcelona in de meivakantie. En dan vroeg ik op een gegeven moment... ze is 12, ze is nu op de middelbare school. Dus vroeg ik zo van... Heb je nog leuke Spaanse jongens gezien hier in Barcelona? En toen werd ze een beetje boos. En toen vond ze dat ik Spaanse mensen moest zeggen. Want ik ging er alweer van uit dat zij naar jongens zou kijken. Ja, maar dat zien we dus Spaanse, ook. Ja. Spaanse mensen zeggen. Dus dat, vervolgens kom zij daar dan aan? Vanuit school of zo? Later zat ik met haar in de auto. Moest ik haar wegbrengen naar een paardrijles. En toen kregen we een iets serieuzer gesprek erover. Toen probeerde ik... Want ik steek heel vaak de draak met dat LGBHTQ+IQ, zeg ik dan. En dan op die manier maak ik het een beetje belachelijk. Mm. Maar, en dat vindt zij dan niet zo leuk. Maar toen zei ik van, ja, wat zou je er nou van vinden als iemand die eigenlijk gewoon een man is, omdat hij een penis heeft, hè, dat die gewoon bij jou in de dameskleedkamer komt en zich daar begint uit te kleden, terwijl jij je daar ook staat uit te kleden. En toen zei ze, ja, je maakt het onderwerp belachelijk, je neemt het niet serieus. En toen werd dus die hele discussie afgekapt. Maar ik zei van, ja, hallo, ik probeer het nu juist wel heel serieus en concreet te maken. Dat is bijzonder. Ja, dus, maar hoe komt het? Het is natuurlijk niet alleen maar jouw dochter die hier zelf zo verontwaardigd over doet. Dat komt ergens vandaan natuurlijk. En daarom is deze documentaire ook niet een op zichzelf staand iets wat alleen in Amerika gebeurt. Hè. Mensen zeggen altijd, ja, dit is overgewaaid uit Amerika. Alsof er een soort wind blaast die alle gekkigheid onze kant opstuurt. Natuurlijk niet. Dus dat heeft hier ook een bepaalde wortels geschoten. Op een manier die ook gewoon te maken heeft met andere bronnen, invloeden, agenda's enzovoort. Dus, maar de Nederlandse praktijk laat dus ook zien dat op scholen, middelbare scholen met name, maar ook al op lagere scholen, dus die LGBTQ genderideologie wordt gepromoot voor jonge kinderen, waarbij ze moeten nadenken. Toch? Ja, wat zeg je? Ook onlangs in Maastricht bij de. Maar dat was als universiteit. Was dat een mooi voorbeeld van de boosheid die er ook achter zit als je niet meedoet met deze nieuwe. Deze nieuwe stroming, deze taaldwang. Het is ook met name ook taaldwang, hè, wat er heel erg achter zit. Dus dat was een groep, de Maastricht Feminist of zo. Feminist of Maastricht, geloof ik. Die hebben een website platgelegd omdat er ergens stond in het universiteitsblad dat vrouwen menstrueren. En dat moest dan worden mensen die menstrueren. Ik heb net al uitgelegd waar dat dan dus mee te maken heeft. Dat zijn dan biologische vrouwen, maar die worden dan mannen of zoiets. En dat worden dan mensen genoemd die menstrueren. En daar wordt dan echt enorme herrie om gemaakt. De universiteit is wel in verlegenheid gebracht erdoor. Ze hebben het
Ze hebben uiteindelijk gezegd van, we gaan deze discussie dus niet voeren. We zetten het even in de koelkast. Oh, de koelkast hebben we weer. De koelkast, ja. Zo van, dan kunnen we hem weer open doen en hem weer opwarmen. Want laten we niet vooral gewoon meteen een einde maken aan deze waanzin. Bullshit, ja. En dat zie je dus ook in, maar dat zie je dus ook in de andere reacties in de media. En zelfs minister Dijkgraaf, die dus... op kamer vraagt, ze hebben een website echt platgelegd. Ja, gehackt, ja. Ja, dat is dat wel schijn je dus dat is, kunnen doen, zo makkelijk. Dat, is blijkbaar, dat mag zomaar, ja, inderdaad. Om een punt te maken, ja. Dus er zit ook heel veel agressie achter, hè. Dat zie je dus ook. Het is echt de bedoeling dat iedereen hierin meegaat. Het is niet genoeg dat ze met een debat of mensen door mensen te overtuigen van deze sociale constructen... Maar nu nee, gaan we... het moet en zal opgedrongen worden aan jongeren, aan... kinderen we gaan ervan uit nu dat natuurlijk dat die feminist dat gedaan hebben. Dan kan het best zijn dat natuurlijk iemand anders dat gedaan heeft. En dat het lijkt dat feminist dat bedoelt, dat weten we natuurlijk niet. Want dat is dan weer journalistiek dat we wel... Ja, goed kritisch doorgekomen. Ja, goed kritisch. Ja, ik ben vandaag een stuk zwaarder dan normaal, hoor. Ja, ik kom niet zomaar overal mee weg. Misschien kan je publiek omgaan. Nou ja, ze hebben zelf gezegd, dat ze voor een paar tientjes een hacker hadden of zo geregeld. Dus dat is wat zij zeggen. En zullen ze ik weet niet of het waar is. Lijkt mij. Ze hebben het ook opgeëist. Mijn pointer zegt dan, dat is lastig te controleren. Dat is een lastig ze vroeg aan mij, ben je betaald door de olieindustrie? Ik zeg nee, dat is lastig maar te controleren. Maar ook zonder dat hacken willen zij dus dat het voortaan over mensen gaat die menstrueren. Nou, dit zie je dus heel veel terug, ook aan de UvA natuurlijk, aan de VU. Niet alleen aan Maastricht, zelfs Leiden is is ook voor de bel gegaan met diversity officers. Die controleren of alles wel in safe spaces goed besproken kan worden. Hoogleraren die middels eindelijk na al die jaren een beetje beginnen te klagen van... Goh, mijn eigen studenten die bepalen wat ik mag bespreken qua literatuur. Dat vind ik eigenlijk niet goed. En daar zijn toen kamervragen op gekomen, 2 weken geleden, geloof ik. En toen heeft Robert Dijk, die heeft zich er makkelijk van afgemaakt, de minister van Onderwijs. Hij zei van ja, maar we gaan ervan uit dat studenten gewoon kritische vragen kunnen stellen. Dat is allemaal niet echt aan de hand. Het is allemaal niet echt aan de hand. Het is een soort vrijheid, academische vrijheid. Maar dat is dus niet zo. Want als je hoogleraar psychologie Hans van der Maas hoort daarover... die vat het heel goed samen waar hij in zit. Hij zegt, deze literatuur, dus van de genderideologie... alles is een sociaal construct. Waarheid is eigenlijk ook een sociaal construct, enzovoort. Suggereert dat de radicale elementen in het diversiteitsdenken... een hoger doel lijken te hebben. De hele wetenschappelijke methode, volgens hem een vorm van epistemic violence... moet van de baan. Het diversiteitsdenken wordt zo een paard van Troje. Vermomd als een vehicle tot gelijkwaardigheid en solidariteit... wordt een aanval uitgevoerd op de fundamenten van de moderne wetenschap... waar velen van ons met hart en ziel aan werken. Dus er is een lampje gaan branden inmiddels wel. Ook bij een aantal andere hoogleraren en docenten. Die zeggen van dit gaat gewoon veel en veel te ver. Maar ja, je hebt te maken met een cult. Je hebt te maken met een ideologie. Dus binnen de universitaire muren... Ja, hoe weer je je daartegen? Ja. Dus dat is het is een aanval op de wetenschap. Ja. Maar voor mij zit er nog veel meer onder. Want ik heb het gevoel dat er iets onder ligt. En het is moeilijk te grijpen wat het dan is. Er zijn verschillende dingen hier aan de hand. Groupthink is hier aan de hand. Gewoon linkse doorgeslagen linkse progressieve activiteit. Maar ook, Dus daarom, voor mijn gevoel, kan er iets onder liggen. En wat er dan onder ligt, dat weet ik niet. Maar ik heb wel een bepaald gevoel daarbij. En ik kwam vandaag een fragment tegen. En ik denk dat het belangrijk is dat we die gaan zien. Want voor mij is dat een mogelijkheid van wat eronder ligt. En het fragment begint met een stukje wat een beetje grappig is met birthing person. Dat we de vrouw zo moeten gaan noemen. Maar daarna zien we een aanval opgericht is. Ik wil graag met jullie er even naar kijken. You shifted from using the term mother to birthing people. Black birthing people. Black birthing people. Black and indigenous birthing people. Is the administration's official policy to replace the term woman with birthing people? I was a little taken back when I just read it and saw it, that it's that the term mother was gone in spots and it was replaced with birthing people. Again, if we're trying to be precise in the language that's used. Mom's a pretty good word. Everything that's worth living and dying for is under attack right now. This environment that has been created and corrupted and manipulated does not respect women, does not respect children, does not respect men. It cares nothing for family. If that is the society that we want to live in, then we need to see how crazy we are
really. The world is in the condition that it is in because of the disrespect of the woman. There's so much that we place around her because, as we are also taught, that when you teach a man, you are teaching an individual. When you teach a woman, you are teaching a nation. Every prophet came from the womb of a woman. Every intelligent, strong, powerful man and woman came from the womb of a woman. So that's why they have to attack mother and remove father, because before you can get to her, you have to get through him. Every wise nation has security. And the man is supposed to be that security. Can a woman secure too? Of course. Are there female warriors? Absolutely. However, because of her value, because a whole nation comes out of her, so you must be protected. And the man having that essential position by nature. So someone who knows that about you will do their best to make sure you are removed, because there is a standard of conditioning that has to take place. Man, woman, child. If I want to get to that, I have to remove your protector, because he is watching to make sure that everything that goes on in this environment is safe and secure. That's why they have to attack masculinity, because they know, damn, if there's real men around here, we can't really do what we want to do. And if there are real women, we for damn sure can't do what we want to do, because she's going to protect that child, he's going to protect that woman, and they both are going to protect society. Ja, deze raakt mij ontzettend. Ik voel hem echt kippenvel. En voor mijn gevoel is het echt dat het belangrijk is dat wij als mannen, dat wij gaan staan. En dat wij onze mannelijkheid gaan vinden en herpakken. En dat we daarmee onze vrouwen gaan beschermen. Dat de vrouwen gaan staan, zodat we onze kinderen kunnen beschermen. En daarmee onze maatschappij, ons leven gewoon samen in handen kunnen pakken. En dat we gaan staan met z'n allen. Ik weet niet emotioneel oproep. Ja, ik wil me daar wel bij aansluiten. Vrouwen zijn mannen. En daar mag heel veel verschil zijn. En ik wil het ook even zeggen, absoluut niet tegen het bestaan van transgenders of andere verschil, hè, van geaardheid of wat dan ook. Maar dit is natuurlijk, hier heeft het niks mee te maken. En ik hoor ook heel vaak van homo's en transgenders dat ze dit helemaal niet, dat ze zich helemaal niet vertegenwoordigd voelen door deze beweging. Nou, dat is die gewoon universele claims, hè, wil vernietigen eigenlijk. Hè. Dus daar gaat het natuurlijk veel meer over. Ik zie het ook als een vorm van identiteitsdiefstal of fraude of zo. Hè? Dus het is het frauderen met identiteit, alsof het een soort handelswaar is. Of nou, je zei het vandaag heel mooi, want doordat iemand een man zich als vrouw kan gaan claimen, dat ontkracht jouw claim als vrouw ook. Ja, zeker. Ja, dus een voorbeeld is de topsport, waarin dus nu mannen als vrouw uitkomen en daar dus alles winnen. Ja, dat is een goed voorbeeld van hoe vrouwenrechten eigenlijk worden aangevallen door deze ideologie. Terwijl het bedoeld zou zijn om vrouwen te emanciperen. Maar dat is dus, wij zijn dus in feite ook slachtoffer. Hier. Iedereen hier wordt misbruikt. Iedereen vreet elkaar in dit verhaal op. Ja. Zo kun je het eigenlijk zien. En zeker ook, en dat is goed dat dit fragment er ook in zit, de man is hier ook absoluut zeker een target. Die wordt ook, van hem wordt ook geëist dat hij meegaat eigenlijk in die feminisering en die, ja, in die fluiditeit en masculiniteit is sowieso slecht, hè? Want dat is de macht, hè? De machtsstructuur, de patriarchaat. Hè? Dat zit ook al, dat zit er ook allemaal in. Het patriarchaat moet omver worden geworpen. Dus het is een hele kwaadaardige, zou ik bijna willen zeggen, beweging. Die alles op zijn weg opvreet. Springhanen, zeg maar, biologisch gezien. Het is goed om te zeggen dat wij zijn niet tegen mensen die zich van geslacht willen veranderen. Nee, nee, of die erin zitten. Ik bedoel, iedereen vooral zijn eigen ding. Maar ik heb wel het gevoel, wij worden gedwongen om bepaalde woorden, bepaalde terminologie te gebruiken, die ik niet wil gebruiken. Want ik vind dat past niet bij de persoon die ik voor me zie. En Ik vond je tot nu toe heel erg objectief en journalistiek en doorvraag. Moet je maar uitkijken. Maar dat mag ook, hè? Anders krijgen we een ombudsman. Meningen mag wel, toch? Oké. We hebben ook nog David boven zitten, want David heeft nog kijkersvragen. Laten we daar even naar gaan kijken. Jorne, dankjewel. Die heb ik zeker. En allereerst laat ik even onze donateurs bedanken, want die maken mogelijk dat wij dit soort discussies hier kunnen voeren in alle vrijheid, zonder dat er Bas, een ombudsman, hier een mening over mag hebben. Daar hebben wij gelukkig niet mee te maken, dus wil je dit vrije geluid blijven horen, blijf vooral doneren en dan kunnen wij doen wat wij graag doen, deze impact maken. Dan, wie zal ik beginnen? Marcel. Sjoerd Willemsen uit Venlo, die vraagt, wordt er bij klimaatproblematiek niet te weinig gekeken naar end of life van duurzame oplossingen. Accu's, windmolens, zonnepanelen, etc.
dus From Cradle to Grave heet dat volgens mij. Ik heb het nog even voor je in beeld gezet. Wat is jouw mening daarover? Ja, maar dat is, ja, weet je, kijk, er zijn zoveel bij klimaatbeleid, hè, want het gaat hier dan vooral over klimaatbeleid, zijn er zoveel haken en ogen. En dit is gewoon één van de million aspects, zou ik bijna zeggen, die je natuurlijk ook mee moet nemen. Hè. Dus de recyclebaarheid bijvoorbeeld van accu's en windmolens en zonnepanelen, daar is nu ook steeds meer aandacht voor. Ja, dat hele idee duurzame energie is goed, fossiele brandstoffen zijn slecht. Dat wordt ons natuurlijk ingepeperd. Maar ja, we kunnen natuurlijk op onze klompen aanvoelen dat die windmolen, die bestaat ook uit duizenden, honderden tonnen beton en staal en weet ik wat allemaal. Ten eerste dus heel veel mijnbouw. En als de windmolen aan het eind van zijn levensduur is, wat ga je er dan nog weer mee doen? Dus dat windmolengraven van de wieken. Ja, er zijn dus nu van dat soort oplossingen. Ik ben ook altijd een beetje voorzichtig om dan te zeggen van ja, kijk, zie je wel, die windmolens en die zonnepanelen, dat is een ongelofelijke berg afval. Want ik denk wel dat wij mensen zo innovatief zijn, dat als die berg afval groter en groter en groter wordt, dat we ook weer met innovaties komen, hoe we toch nog weer iets nuttigs kunnen doen met de restanten, zeg maar, met het afval. Dus in de tijd dat we vrije energie hebben, dan kunnen we dat opruimen, heel makkelijk. Vrije energie, daar gaan we een andere keer over hebben. Goed, dankjewel Marcel. Dan voor Bas een vraag over de boeren. Van Diederik, denk je niet dat de boeren moeten wijken voor de Nederlander voor zijn voedselafhankelijkheid te maken van import? En de afhankelijkheid vergroot de mogelijkheid om de Nederlander te controleren. Dus de boeren van hun land om zo de afhankelijkheid te vergroten. Wat denk jij, Bas? Afhankelijkheid waarvan? Van externe, van anderen. We zijn een exportland als het gaat om voedsel. Dus ik denk dat Diederik bedoelt dat we daardoor voedsel afhankelijk worden van anderen. Je kunt niet meer naar de lokale boer, zeg maar. Dus je moet dan... Dat we afhankelijk worden van extern, ja. Buiten Nederland aanvoer van eten. Dus we hebben meer controle over de Nederlanders. Want ze kunnen minder makkelijk in Nederland hun eigen voedsel vergaren. Ja, nee, uiteraard. Ja, nee, die analyse hebben we ook hier meerdere malen gezet. En kijk, in eerste plaats weten we helemaal niet of het klopt, hè? Want die modellen die zijn... Ik moet af en toe een beetje denken aan de PCR-test. Weet je, het komt er wel uit, maar we weten niet 100% of het klopt. Want er zijn ook heel veel wetenschappers die het ontkennen. Nou, Marcel ook met deze modellen. En ook de politie bij de VVD. Dus als we alleen maar afgaan op die modellen en dan die boeren aanpakken, dan ben je sowieso al controversieel bezig. Maar of het wenselijk is in verband met onze voedsel... Nou, ik ben liever niet afhankelijk van externe als ik het zelf heel goed kan maken. Dankjewel, Bas. Dan, tot slot... Kom ik toch nog wel even terug bij het onderwerp van zojuist. Sorry daarvoor. Maar Sietske, je mag hem afsluiten. De laatste vraag is van Richard van der Sloot. Hoe zie jij wat er moet gebeuren om deze woke klimaatgekte achter ons te laten? Richard uit Zwijndrecht. Ik denk dat hij het woke klimaat bedoelt. Vertel, Sietske. Nou ja, wat Matt Walsh heeft gedaan in deze documentaire was heel effectief. Hè? Dus je ziet dat ze in die cirkelredenering komen en vastlopen en zitten te stotteren en het eigenlijk niet meer weten en zenuwachtig worden. En dat de hele wereld deze documentaire ook oppakt, omdat er hier echt iets aan iets wordt geraakt. Namelijk van deze mensen hebben helemaal geen antwoorden, ze hebben alleen maar zitten in een fantasie. Dus wat je kunt doen is sowieso niet meegaan in wat je zelf niet gelooft. Hè? Dus je hoeft niet mee te gaan omdat je denkt dat je... Ja, dat die Pride-vlag en dat is allemaal onschuldig, het is allemaal leuk en het ziet er allemaal blij en vrolijk uit. En je moet gewoon blijven benoemen wat de waarheid is, of althans jouw waarheid, of de feiten, laat ik het zo zeggen. En niet toegeven aan de druk. Want ik denk dat heel veel mensen het hiermee eens zijn, met wat we vandaag hebben besproken. Maar te ver meegaan en denken, ja, nou ja, ik zeg hier maar niks over. En... Je houdt het tegen doordat je het kaartenhuis in feite omblaast. Maar dat doe je dus door niet mee te gaan erin. Je uit te spreken. En ja, dat hoeft niet eens, maar gewoon niet meegaan erin. Dankjewel, Sietske. Dat was mijn aanvulling dan, dat hij het niet uitspreekt. Dat is nog beter. Dankjewel, David. Tot vrijdag. Tot vrijdag weer. Ja, dan ben ik er niet, maar dan ben jij er wel. Dat is mooi. We gaan door. Dank jullie wel, mensen. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Dank jullie wel voor jullie kijkersvragen en voor het kijken. Vrijdag zijn we er weer met een nieuwe uitzending rond de klok van 7. Kijk iedere maandag, woensdag en vrijdag naar een nieuwe aflevering van Black Box Today. Ook kun je terecht op onze website blackbox.tv. Daar vind je dagelijks veel artikelen en kun je veel artikelen vinden over belangrijke zaken in binnen- en buitenland. En vergeet verder niet om je te abonneren op onze nieuwsbrief, want dan krijg je automatisch een melding wanneer er weer een verse uitzending voor je klaarstaat.
Deel onze content met zoveel mogelijk mensen. Daarmee help je ons en jezelf. En pak je mannelijkheid en je vrouwelijkheid. Dankjewel. Fijne avond en tot vrijdag. We hebben al heel veel bereikt. Van filmen in een auto naar een kleine studio en nu dit. En meer vanavond. Mijn naam is Senna Oshie. Mijn naam is Bjorn Willemsen. En dit is Black Box Today. Met een fantastisch team maken we 3 keer per week Black Box Today. Maar we willen meer impact maken en blijven groeien. Andere programma's, reportages, documentaires en nog meer onderzoeksjournalistiek om de onderste steen boven te krijgen. Jouw steun is en blijft essentieel, want we hebben geen subsidies en staatssteun. We zijn onafhankelijk. Blijf ons daarom steunen, want alleen dan kunnen we blijven doorgaan.